Uit dat post-electoraal onderzoek blijkt dat een derde van jullie nieuwe kiezers dat die rechtstreeks vanuit de N-VA komen. Inderdaad. Teleurgestelde N-VA-kiezers. Ik zelf geef toe dat ik ook in het verleden voor de N-VA heb gestemd, ondanks het feit dat ik uit een ondanks Vlaams... uw Vlaams Belang, ja. Pedigree en stamboom. Wij dachten echt, gelijk heel veel mensen dachten wij, dat de N-VA verandering zou brengen voor Vlaanderen. En de praktijk heeft eigenlijk uitgewezen dat dit niet het geval was. Nu, de praktijk wijst natuurlijk ook uit dat jullie niet in de regering zitten. Dus daar zitten die kiezers dan. Hè. Ze zijn naar jullie gestapt. Maar het is oppositie. Maar langs de andere kant merk je dan in het Vlaams regeerakkoord, en ik zit dan nu in de commissie onderwijs, heel veel van wat wij in ons partijprogramma over onderwijs hadden geschreven, komt nu terug in de beleidsverklaring van de minister. Nu, tussen zeggen en doen is uiteraard een heel groot verschil, maar onze grootte, het feit dat we de verkiezingen hebben gewonnen, weegt wel degelijk op het beleid. En het is natuurlijk ook, doordat wij zo groot zijn geworden, dat de federale regeringsvorming heel lang duurt. Ja. Dus ik denk dat een stem op het Vlaams Belang wordt vaak gepercipieerd als een verloren stem. Maar dat is absoluut niet waar. Alle andere partijen schuiven ook op naar rechts. De N-VA schuift ook terug op naar rechts. Een stem op het Vlaams Belang is een stem die druk zet achter de andere partijen. Dus absoluut geen verloren stem.